Yo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Floris en vandaag ga ik jullie mijn nieuwe camera laten zien. Vandaag dus een nieuwe video en zoals jullie weten film ik al een lange tijd met de Sony CyberShot DX90. Dat is een hele fijne camera en daar film ik op dit moment ook mee. Hij is prima in resolutie als je gewoon een goede belichting hebt, dan kun je ook wat leuke thumbnails maken. Alleen, als je hem een jaar hebt gebruikt, wat ik dus heb gedaan, meer dan een jaar zelfs, is die op een gegeven moment op. De batterij is gewoon niet meer zo goed. Onder waar je de batterij in zit, zit een schuifje, die doe je open. En daar zit ook meteen jouw SD-kaart, dat is kapot. Er zitten de schermpjes barsten, de lens is een beetje beschadigd. En inzoomen duurt heel lang in opnames. En thumbnails kan je ermee maken, maar het is wel heel lastig. Dus heb ik besloten om een nieuwe camera te kopen. Zoals jij in de thumbnail hebt kunnen zien, heb ik een nieuwe camera gekocht. En die camera ligt links van mij en hij is echt super vet. Ik heb hem al uit de doos gehaald omdat ik de video pas een paar dagen later kon opnemen nadat ik hem had binnengekregen. En het gaat bij deze om de, komt die dames en heren, een 3, 2, 1, Canon M50 EOS met een 11x22mm lens. Een hele mond vol inderdaad. Dit is een hele chille camera. Wil je nou een video kijken over welke camera nou het beste is die je kan kiezen als je al een tijdje vlogt, net zoals ik, maar wel weer een nieuwe camera wil? Linkje in de beschrijving van een heel goed kanaal. Is geen promotie of geen samenwerking, maar vind ik gewoon een goed kanaal. Dus check het even hier beneden in de beschrijving. Dit, dames en heren, is de Canon M50 zoals jullie kunnen zien. Het is een hele mooie camera. Super goed, fijn handvat hier zo. En er zit dus ook een zoomlens op, zoals jullie kunnen zien. Deze camera is echt heel erg chill, want het is een hele wide angle lens. Dat gaan jullie hierna na dit shot zien. Heel wide angle lens, er zit hele goede stabilisatie in. Je kan er goede thumbnails mee maken, omdat je de ISO kan aanpassen, de belichtingen kunt aanpassen. En als je dan inzoomt op een voorwerp, dan krijg je de achtergrond wazig en heb je echt een ziek vet thumbnail. Dus dat kun je ook doen met foto's of andere dingen als je een thumbnail dus wil maken. Dames en heren, wij gaan overschakelen naar de Canon M50 met een EOS en een 11x22mm lens. En dan ga ik jullie meer specificaties laten zien, vertellen en dat soort dingen. Dit was dus de Sony CyberShot DX90. En die camera heb ik lang mee kunnen filmen. En ik ga hem niet weggeven omdat als ik deze camera een keer niet mee wil nemen, omdat ik bijvoorbeeld naar een pretpark ga, neem ik deze camera dan mee omdat hij nog wel gewoon het doet. Maar voor echt veel weer te gaan vloggen is deze gewoon een beetje op. We gaan overschakelen in 3, 2, 1. Holy moly, holy, check dit dames en heren, dit is echt super sick en ik kijk op af en toe naar rechts omdat daar mijn schermpje staat, maar check dit dames en heren, ik doe mijn armen helemaal breed en het is nog in beeld en wat dus ook kan is, woep, woep. Ja heel chill. Op deze camera zit ultra stabilisatie met deze lens, de linkjes staan in de beschrijving via bol.com. Mocht je ze er ergens anders willen halen, kan dat ook, maar ik haal ze via bol.com. Dus zet ik daar de link van in de beschrijving. Er zit een AF op, dat betekent dat hij automatische face tracking doet. AF betekent automatic face tracking. En dat is heel chill, want nu heb ik dus op een gezicht net voordat ik begon met opname gedrukt. En nou volgt hij de hele tijd mijn gezicht. Dus overal ben ik scherp. Er zit ook een scherpstelring op. Dus als ik op een gegeven moment niet meer scherp stel, dan kan ik even aan die ring draaien en dan ben ik weer scherp. Het heeft echt een super brede view. Net zagen jullie maar, zeg maar, tot vanaf hier. Tot en met hier, zeg maar. Zo, iets zag je. En nu zie je echt helemaal dit. Super chill. Ook tijdens het vloggen is dit heel erg fijn. Even een paar specificaties. Wat ik al zei, er zit ultra stabilisatie en automatic face tracking. En nog best wel wat andere dingen. Het is dus de Canon M50 EOS. En hij is echt super chill. Het heeft een fijn handvat. En wat het fijne is in deze camera, is dat ik een scherpstelling heb. Maar je kan ook zeg maar zo, woep, woep, lekker zoomen. En het is dus dat er automatisch ook belichting in zit. Dus als je je ISO op auto zet, dat betekent dat hij automatisch de belichting gaat aanpassen. Dus stel ik ben nu dit, dan zie je deze belichting en dan zoom ik in. En dan gaat hij hem automatisch aanpassen op hoe snel je mij kan scherpstellen. Zoom ik weer uit, ben heel even overbelicht. En dan gaat hij meteen weer terug.
Wat wel het ding is bij deze camera is dat bij de lens is het zo dat als je op 11 mm zit, daar zitten we dus nu op, dan ben je helemaal uitgezoomd. Dan heb je een 4,0 frames per seconde. En bij die andere is het als je inzoomt, dit dus, is het wat donkerder dan. Dat je dan op 5,6 frames per seconde zit, als ik het goed zeg allemaal. Anders verbeter me hieronder in de comments. En dat betekent dus dat het wat donkerder is. Dus als je nou bijvoorbeeld een vlog kijkt die ik met deze camera ga maken voortaan, dan kan het dus zijn dat soms als ik iemand anders film en ik zoom in, dat de kwaliteit dan een beetje raar lijkt. Maar dat is niet zo. Het is hetzelfde en het is dezelfde camera. Dus het is altijd goed. En ik vind het echt heel vet. Deze camera is super chill. Ik zal zo meteen even een klein vlogperspectiefje voor jullie doen. Hier in Nederland is de Canon M50 479 euro. De body dus. En de lens, de 11x22mm lens van Canon, die is 339 euro. Bij elkaar staat het een prijs van 818 euro. En je zou vast wel denken, yo, je geeft daar best wel veel geld uit. Nou, dat is eigenlijk niet waar. Ik spaar elke maand en ik spaar ook altijd voor de producten die ik haal. Dus kan ik het gewoon netjes halen. Dus een tip voor jullie, als jullie nou een keer iets willen halen, maar je denkt, nou, dat is wel duur. Ga krantenwijk doen, ergens werken, je ouders helpen en ga het zo kopen. Want achteraf heb je er veel meer plezier van, omdat je soms als je goed spaart ook nog eens wat geld overhoudt. Nou, eigenlijk was dit al de video. Ik ga nog heel even een vlogperspectief voor jullie doen, zodat jullie kunnen zien hoe breed deze lens is. We zijn dus net overgeschakeld van de ene naar de andere. En laat even hier beneden weten in de comments wat jullie vinden van deze camera. Oké, dit is dus het vlogperspectief. En zoals jullie zien, als ik mijn camera aan het verste weg hou, heb ik echt een hele brede view. En dat is super chill als ik dan in het licht sta. Dan past hij even de ISO een beetje aan. En als ik dan inzoom, past hij ook alles weer aan. Dus dat is echt super chill. En eerst was het echt dat je bij mij dit zag. Dit was mijn range. Als ik mijn andere camera hier hield, op deze manier, dan was het bij mij dit. Dus dan was het zeg maar, als ik hem hier hield, dan zag je bij mij dit. En nu is het zo dat als ik hem op dezezelfde positie hou en ik zoom uit, is het dit. Veel breder dus. En je kan dus veel meer zien. Dat is ook leuk voor in de video. Dan heb je een iets meer betere kijk op de video. En dan bleef je ook iets meer mee in de video. Dames en heren, jongens en meisjes. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vinden jullie mijn video's de laatste tijd tof. Kleine aankondiging. Deze video komt donderdag om 2 uur online. Dat is het vandaag. Dus donderdag. De 18e. En als je dit kijkt op donderdag en als je het anders kijkt, dan is het anders. Maar deze is op donderdag 18 juni om 2 uur online gekomen. Aankomende zaterdag om 12 uur heb ik ook al gedeeld op mijn Instagram. Mocht je mij nog niet volgen, hier staat even een klein linkje van mijn Instagram. Dat is mijn YouTube-account. En daar kun je mij volgen. Als je mij wil volgen voor YouTube, dan kun je een beetje op de hoogte blijven van wat er allemaal in de vlogs komt. Of als er een video online staat. Aankomende zaterdag om 12 uur komt er een hele vette video online. Ik heb, zoals jullie weten, eerder 2 parodies gemaakt. En dat is dus dat je een bestaand melodietje hebt. Van bijvoorbeeld het nummer wat ik heb gekozen als eerste toen destijds 4 keer duurder. En dan maak je je eigen tekst op met je eigen videoclip. Dat is een parodie. En dat heb ik 2 keer gedaan. Supergoed ontvangen. De eerste 2,6k keer bekeken. Dus 2600 keer. En de andere 1300 keer ongeveer. En nu heb ik zaterdag een hele vette video. Ik ben namelijk al een tijdje bezig met mijn eerste eigen officiële nummer. Aankomende zaterdag om 12 uur komt hij online en ik heb hier hard aan gewerkt. Samen met een goede vriend van mij, Matthijs. Hij is de producer van de melodie, de beat en van de ingezongen stukjes die ik heb moeten inzingen. Daar is hij de producer van. Hij is dus mijn producer en daar ben ik super blij mee. Dus Matthijs, alvast een bedankje. En daar ben ik heel blij mee. Dus ben je heel erg hyped, doe even een blauw duimpje omhoog. En hou het in de gaten, aankomende zaterdag om 12 uur komt hij online op mijn YouTube kanaal. En op z'n vroegst komt hij die zaterdag 12 uur s'nachts ook op Spotify als het allemaal mee zit. En als dat niet is, dan moet je Spotify in de gaten houden op 20 juni op zaterdag om 12 uur. Kan die voor het eerst online komen. Het kan dus ook zijn dat het pas zondag online komt als het met het bedrijf niet mee zit. En als het wel mee zit, dan komt die zaterdag om 12 uur online. Ben je hyped? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Hopelijk vonden jullie deze video tof. En vinden jullie de camera ook tof? Laat het allemaal even hier beneden weten in de reacties. Zoals je kunt zien, ik heb een ziek grote lens en een ziek grote camera. En daar ben ik super blij mee. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer hieronder op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. We hebben de 170 abonnees gepasseerd. Dus super erg bedankt. We gaan op naar de 200 abonnees. En het gaat super lekker. Het gaat super goed. Bedankt voor het kijken. En like deze video als je dat nog niet hebt gedaan. Subscribe hier beneden. Doe het belletje aan.
En dan ben je op de hoogte van al mijn video's. En dan zeg ik, zoals altijd, tot bij de volgende video. Later!